Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuw seizoen van Uitgeleerd. Vorig jaar hebben wij al schitterende namen mogen ontvangen hier, zoals onder andere Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek, Rick Nieman en natuurlijk nog vele anderen. En vandaag mogen we weer een grote naam toevoegen aan dit hele mooie ruimte. Ja, zij begon op de redactie van NOS op 3, waarna zij razendsnel doorgroeide als presentatrice van het NOS-journaal. In 2015 won zij de prijs voor populairste nieuwslezeres van Nederland. Mag ik een hartelijk applaus voor Dionne Staks. Lekker zitten. Ja. Maak het jezelf gemakkelijk. Ja. En ja, wij zijn natuurlijk niet de enige die vragen mogen stellen aan Dionne. Zo enkele keren in de show hebben jullie ook de kans om je vraag te stellen aan Dionne. Dus als je iets hoort waarvan je denkt van daar wil ik meer over weten, hou je vraag paraat. En dan zijn er zeker momenten waarop jij je vraag aan Dionne kan stellen. Hey Dionne, je kwam op met een heerlijk feestnummertje. Ja. Anita Meijer met Why Tell Me Why. Ja. Was dit echt jouw feestnummer in jouw studententijd? Best wel. Als ik dan, nou, dat was meestal het nummer dat ik aan het einde van de avond aanvroeg. Dan weet je wel hoe laat het ja, is. Ja, precies. Ja, en dan moet toch wel even Anita Meijer voorbij komen. Ja. Ja. Ja, was jij een beetje een feestbeest? Ik kom uit Brabant. Ik hou wel van een feestje. Ja, zeker. Maar ik was ook wel een hele serieuze student. Achteraf denk ik wel eens, ik had ook wel iets meer nog mogen feesten en iets minder mijn best mogen doen voor school. Dan had ik het ook wel gered. Want jouw vriendinnen hebben in een interview gezegd dat je, als je een feestje had gehad, dat je die ochtend daarna alweer heel erg vroeg in de boeken zat. Waarom deed je dat? Ja, dat is echt waar. Ja, dat zit heel erg in me. Ik wil gewoon, ik wil het altijd goed doen. Ik wilde de stof altijd beheersen met tentamens, met alles wat ik deed. Dus ik ging vaak tot 4, 5 uur 's nachts stappen en dan zat ik om 10 uur 's ochtends weer in de boeken. En dat moest ik ook wel doen, want ik werkte 3 keer per week. En uiteindelijk ging ik ook bij de NOS al stage lopen. Dus ik moest mijn tijd heel goed verdelen. Was je toen ook al heel erg bezig met je carrière? Dat klinkt altijd sowieso. Ja, maar. Ja, nee, ik was er in die zin mee bezig. Ik was klaar met mijn VWO. En ik denk als vele studenten, ik wist echt niet wat ik wilde gaan doen. Ik had altijd 2 dingen waarvan ik dacht, nou ja, dat lijkt me wel wat. En het ene was de reclamewereld en het andere was de televisiejournalistiek. Ja, ja, want je studeerde communicatiewetenschappen, toch? Aan de Universiteit van Tilburg. Maar daar heb je de 4 jaar niet volgemaakt. Nee, toen heb ik gekozen inderdaad voor communicatie- en informatiewetenschappen was dat in Tilburg. Hele brede opleiding en daar was ik mezelf ook heel erg van bewust. Dus toen heb ik wel gezegd tegen mezelf, als ik dat ga doen, dan wil ik wel tijdens die opleiding erachter komen wat ik nou echt leuk vind. Dus toen ben ik in mijn 2e jaar stage gaan lopen bij een reclamebureau. En dat vond ik wel leuk, maar ik merkte ook dat ik af en toe van die producten voor me had staan. Zoiets bijvoorbeeld. En dan dacht ik, wat moet ik hiermee? Wat moeten de mensen hiermee? Dan moest ik dan een hele campagne omheen verzinnen. Dus dat was het gewoon niet. En toen ben ik in mijn 3e jaar bij NOS Headlines beland. En dat was ook het jaar waarin ik mijn bachelor af kon ronden. En daarna ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja. Om daar verder te studeren. Oké. Ja, waarom ging je precies naar Amsterdam? Wat deed je daar? Ik had mijn sociale leven daar al heel erg opgebouwd. Ik kon bij de NOS aan de slag. En het was voor mij wel heel fijn. Ik was een meisje uit de provincie, Boksmeer, heel klein dorpje in Brabant. En Tilburg was voor mij wel even een veilige tussenstad. Niet te groot, maar wel een stad. En toen was ik wel heel erg klaar om naar de grotere stad Amsterdam te gaan. Ja. Ja. Oké. Ja, wat mij opvalt is dat je nu dus in de journalistiek actief bent, maar dat je dus een studie communicatiewetenschap hebt gedaan. Ja. Ja, waarom koos je niet meteen voor de journalistiek? Want dat lijkt me toch ook wel een hele brede opleiding. En er zat er een in Tilburg, toch? Ja, nou ja, dat had er wel mee te maken dat ik zelf nog niet helemaal wist wat ik nou precies wilde. En ook dat ik de universiteit uiteindelijk ben gaan doen. En dat heeft wel een nadeel, want je bent daar heel erg met de theorie bezig en niet met de praktijk. Dus daarom heb ik er zelf heel bewust voor gekozen om zelf maar ervaring op te gaan doen. Ja, oké. We zitten hier voor een zaal die voornamelijk gevuld is door eerstejaars journalistiek studenten.
En maar wat is nou echt het verschil tussen de journalistiek en de communicatiewetenschappen die je hebt gestudeerd? Communicatie was echt heel breed. Dat ging ook over marketing, heel erg. Ook journalistiek. Het was meer zo'n opleiding waar je zelf de richting kon gaan kiezen. Van het eerste jaar was echt heel breed om te kijken, nou, wat wil ik nou? En daarna was het meer bedrijfscommunicatie. Had je ook nog marketing, journalistiek. Dus daarin verschilt het heel erg, denk ik, van wat jullie doen. Jullie zijn al direct vanaf jaar 1 bezig met, ja, journalistiek. Denk je dat de journalistiekstudenten daardoor een streepje voor hebben in het werkveld? Dat is een hele goede vraag. Want als ik nu kijk bij de NOS naar de studenten die wij krijgen en de mensen die een contract aangeboden krijgen, dan zijn dat niet per definitie alleen maar journalistiekstudenten. Dat kunnen ook studenten zijn die geschiedenis hebben gestudeerd, die economie hebben gestudeerd, die van één vakgebied ontzettend veel weten. Dus ja, je kan een streepje voor hebben, maar ik denk dat je dan daarnaast ook nog wel wat extra's moet hebben. Dus wat extra ervaring of wat meer expertise. Oh, horen jullie me niet goed? Achterin denk ik niet zo heel goed. Dus oh, zo? Is zo beter? Kunnen jullie me zo goed horen? Achterin, ja. Gelukkig. Top. Oh. Hij beweegt ook de hele tijd zo lekker op en neer. Ja, hij zit niet heel erg. Nee, ik dacht dat ik een heel groot hoofd had, maar dat valt dus nog wel mee. Het kan een voordeel hebben, maar je moet er echt wel, je moet je onderscheiden. Het is niet meer genoeg om alleen een papiertje op zak te hebben, zeker nu. Dus het is niet echt per se dat het echt een aanrader is om journalistiek te gaan studeren. Dat durf ik hier echt niet meer hard op te zeggen. Het kan, maar ik denk ook dat je het met andere opleidingen ook heel goed kan. Ja. Ja, jij zegt dan van, het is niet meer genoeg om alleen een papiertje op zak te hebben. Maar wat heb jij dan persoonlijk gedaan om je te onderscheiden? Ik ben al tijdens mijn studie bij de NOS gaan werken. Ik had wel ontzettend geluk. Je had toen nog NOS Headlines. Ik weet niet of een van jullie dat nog kent misschien. NOS Headlines. Ik zie een paar. Wie kent het? Even vingers. Oh, dat valt me reuze mee. Ja. NOS Headlines was de voorloper van NOS op 3. Ja. En dat was een internetsite. Daar kon je filmpjes op plaatsen. En ik had het geluk dat ik tijdens mijn derde studiejaar mocht ik daar aan de slag. En het was vanaf dag 1. Nou, hier is de camera, microfoon. Ga maar onderwerpen maken. En dat heb ik een jaar, denk ik, gedaan. En er kwamen heel veel brakke onderwerpen uit voort. En ook een paar waar ik nog steeds wel heel trots op ben. Ja. En op die manier heb ik me wel kunnen onderscheiden uiteindelijk. Ja. Maar hoe ben je bij de NOS terechtgekomen? Nou ja, dat was via de sollicitatie bij NOS Headlines. Ik ben gewoon heel brutaal daar naartoe gegaan, want eigenlijk hoefde ik helemaal geen stage te lopen. Maar ik heb gewoon gevraagd, kan dat? Mag ik dat alsjeblieft doen? En toen zei ze, nou, vooruit. Ik had geluk. En daarna heb ik knijterhard gewerkt. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En het was echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik ben me dus dagen gehad van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. Dat ik nog bezig was met monteren. Maar ik wilde het zo graag. En uiteindelijk heb ik met één onderwerp heb ik denk ik wel ervoor gezorgd dat ik bij de redactie van het NOS-journaal bekend werd. Dat was in 2009. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar toen zijn er 2 militairen in Afghanistan omgekomen door vriendelijk vuur. En dat waren 2 militairen uit Friesland. Daar ben ik toen naartoe gegaan en toen had ik een interview. Ik kwam daar per toeval de vrienden en de vriendin van die 2 overleden militairen tegen. En daar had ik toen een interview mee. En daar is het 8 uur journaal toen op geopend. En zo gingen voor mij de deuren open naar het journaal. En dat heeft dus voor gezorgd dat je mocht blijven bij de NOS. Ja. Ja. Ja, je hebt je razendsnel. Ik vind persoonlijk dat je razendsnel een carrière hebt op weten te bouwen. Want op 28-jarige leeftijd, jawel, was daar jouw eerste uitzending bij de NOS. Laten we even kijken naar het filmpje. Oh jee. Goedemorgen. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur bekijkt. Het gaat even niet helemaal goed. Ja. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur bekijkt de mogelijkheid. En dat was het. Het volgende NOS-journaal is om 9 uur. Mooie dag. Hé, hey, wat heerlijk. Ja. Leuk om terug te zien, hè? Oh, ja. Nee, dit was mijn eerste uitzending bij het journaal, inderdaad. Daarvoor heb ik nog NOS op 3 anderhalf jaar gepresenteerd.
Ja, wat moet je erover zeggen? Er gaat af en toe wel eens wat fout. Ja, klopt, ja. Was je erg zenuwachtig? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, nee hoor, ik had NOS op 3 net gedaan. Het was natuurlijk 1 uitzending in de avond om 10:30. Zaten we meestal 10 minuutjes. Dat is iets heel anders dan wanneer je ieder half uur een uitzending moet doen op NPO 1. De doelgroep was in één keer heel anders. Ik was heel jong, dus ik dacht ook echt even in het begin van 28 en ik zit gewoon bij het grote mensenjournaal. Wat wel een rare toestand. Nee, dus ik heb daar ook wel even gewoon een beetje moeten acclimatiseren. Want in een ander interview had je gezegd dat de eerste keer nog wel meeviel. Ja, dat was NOS op 3. Ja. Oké. Ja, dat klopt. Ik bij NOS op 3 begon ik, toen had ik nog iets van een maand de tijd om een beetje voor te bereiden. En toen zeiden mijn collega's allemaal tegen mij op de avond dat ik moest van, nou, jij gaat dadelijk dood van de zenuwen. Toen dacht ik, oké, nou, dat is lekker. Die eerste uitzending die was nog wel oké. En toen kreeg ik een mailtje van een collega van Hendrik Willem Hofs. Die kennen jullie misschien ook wel, verslaggever bij het journaal. Die zei meteen, die eerste, ja, leuk hoor, maar die tweede, je gaat echt dood van de zenuwen. Toen dacht ik, Maar de tweede ging nog wel oké en de derde ook. En toen had ik de vierde uitzending en ik zat nog op de redactie en ik moest naar de... We zaten toen nog in de regieruimte, daar presenteerden we dat. En ik liep er naartoe en ik kon gewoon mijn benen helemaal niet meer onder controle houden. Het ging echt van links naar rechts, het knikte maar en ik dacht, dit wordt echt heel erg. En ik liep daar die ruimte binnen en ik dacht ook, hier is de deur, ik kan ook net zo goed gewoon meteen wegrennen. toen kon ik al door de grond zakken. Maar ik denk dat iedereen dat moment even mee moet maken en daarna gaat het alleen maar beter. Heb je je zenuwen nu wel meer onder controle dan? Ja, dat is al, zeker met journaals, absoluut. Alleen als je echt iets bijzonders doet, dan is het wel weer, dan voel je wel dat je meer spanning hebt. Ja, maar hoe bereid jij je dan voor? Want ik zit hier nu ook voor de derde keer, maar ik stond daar net en ik moest oplopen en ik dacht ook dat de grond onder mijn voeten wegzakte. Ja, nou gaat het nu met je. Ja, nou gaat het wel redelijk hoor. Maar. Ja. Eigenlijk heel goed. Ik bereid me gewoon heel goed voor. Ik zorg ervoor dat ik inhoudelijk alles weet, dus dat het daar gewoon niet bij mis kan gaan. Ik heb alle vertrouwen in de mensen van de techniek en dan kan er nog wel eens wat fout gaan. Maar als de basis gewoon al klopt, dan heb je eigenlijk al, laat ik zeggen, 90% winst. Ja. Dan kan er natuurlijk altijd live nog wel eens wat misgaan, want alles wat ik doe is live. Maar dat geeft me wel een soort van vertrouwen dat het wel goed komt uiteindelijk. Wat ons ook heel erg is opgevallen in onze research, is dat je zo normaal bent gebleven. Zo normaal. Ja, we hebben jouw Instagram bekeken. Oh, ja. En op jouw Instagram kwamen we een foto tegen. Dat je zat de mens erg hier niet in het gras. Oh, heerlijk. En maar geen feestjes of andere dingen. En ook geen andere gekke poespas over jou in de media te vinden. Moet ik zeggen, mens erg hier niet. Dat is wel echt, vind ik heel leuk. Kan ik iedereen hier aanraden. Echt zo'n leuk spel is dat. We hebben ook hier staan. Irritant. Oh, dat is hem. Ja, precies. Ik plaats sowieso, ik ben wel spaarzaam in wat ik plaats en ik ga zeker wel naar feestjes, maar ik voel niet echt dringende behoefte om alles wat ik doe online te zetten. Ja. Dus je bent er wel heel erg mee bezig hoe je overkomt op het publiek? Nee, juist denk ik niet. Ik heb ook niet zo'n behoefte om dagelijks iets te posten, heel af en toe doe ik dat even, maar ik ben ook wel heel erg van, ik ben al 5 dagen per week op tv. En verder heb ik ook nog gewoon een privéleven en dat wil ik wel ook wel redelijk privé houden. Ja. Ja. Hoort het ook bij een NOS-presentatrice dat je niet al te veel op de voorgrond treedt? Ja, ik heb een contract moeten tekenen dat ik niet op de bar mag dansen. Nee, dat is niet maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden. En nou is het niet zo dat ik een enorm wild type ben. Ik denk dat het niet... iedereen heeft zijn uitspattingen, maar ik denk dat als je hele gekke manoeuvres gaat maken, dat je als kijker op een gegeven moment ook denkt, als je mij ziet zitten van zie haar aan, die moet me nu even vertellen wat er in Syrië allemaal loos is. Vorige week nog zat ze, noem eens wat. Hè? Daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Durf je ook wel alles te zeggen, omdat je daar op zo'n belangrijke plek zit? Durf je ook altijd je mening te geven over dingen? Nee, dat is heel moeilijk. We moeten wel een zekere neutraliteit hebben. Het kan niet zo zijn dat als ik het over de Tweede Kamerverkiezingen heb die er nu aankomen, of de Amerikaanse verkiezingen, dat je als kijker denkt van, maar ik weet wat zij stemt, dus zij kan het nu wel mooi vertellen, maar ik weet nu al hoe dat zij denkt hierover.
Dus daar moeten we altijd heel erg mee uitkijken. En dat is af en toe best wel eens lastig, omdat het af en toe ook wel voelt alsof je in een soort van glazen kooitje zit. Maar ja, je went er ook wel weer aan of zo. Ja. Ja, om nog even terug te komen op dat Instagram van net. Niet alleen wij hebben jouw Instagram bekeken, maar ook heel veel andere mensen bekijken jouw Instagram natuurlijk. En die hebben ook een duidelijke mening over jou. We hadden net de afbeelding heel mooi voor. Het zou ook heel mooi zijn als die gewoon nog een keer terug kan komen. Nee, dat is hem niet. Maar niet de goeie. Nou ja, het kwam er in ieder geval op neer dat heel veel mensen jou gewoon wel heel erg knap vinden. Dat heel veel mensen wel zoiets hebben van, kijk nou, daar staat echt een hele mooie vrouw bij het NOS-journaal te presenteren. Ja, hier hebben we. Ja, kijk maar even. Oh ja, ja. Zag je er geweldig uit, Dionne? Mooie foto, je bent een mooie, chique vrouw. Door een televisieringetje te halen. Ja. Vind je ja. het lastig dat mensen jou beoordelen op je uiterlijk? In het begin vond ik dat wel lastig. Ja, en ik kan zeggen dat het niet zo is en dat je je schouders ervoor ophaalt. Maar zeker met sociale media kom je er gewoon niet onderuit. En net zoals Twitter, dat vind ik ook een heel mooie bron waar je heel veel nieuws vandaan haalt. Maar daar komen natuurlijk ook heel veel reacties op binnen. En je kan ze niet helemaal ontlopen. En in het begin denk je echt, ja jongens, gaan we nu hebben over mijn blauwe jurkje dat ik aan heb? Wat een onzin. En nu inmiddels, ja, weet je, dit zijn dan toevallig mensen die... Nou ja, ik lees liever dit dan af en toe komen er ook heel vervelende dingen voorbij. En dat vond ik in het begin wel, dat vond ik wel kwetsend. Ja, wat en... vind je lastiger, die dit soort dingen of echt de kwetsende dingen? Wat komt meer binnen? De kwetsende dingen, ja. Toch wel. Ja, ik ben uiteindelijk ook maar mens. Nou, het gekke is, ik weet niet of dat goed of misschien slecht is, maar mijn huid wordt ook wel dikker en ik merk wel dat het makkelijker van me afglijdt. Maar het blijft natuurlijk heel raar af en toe en dat vind ik meer in zijn algemeenheid hoe discussies in Nederland verlopen, zeker op social media, hoe persoonlijk ze het af en toe maken en hoe erg ze het op de man spelen. Dat denk ik echt af en toe, jongens, doe eens even normaal. Ja. Blijf gewoon eens aardig voor elkaar. En ja, oké, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar laten we dan gewoon een normaal debat erover voeren, een normale discussie. Maar dat is af en toe gewoon niet mogelijk, zeker op sociale media. Dat is wel de armoede van sociale media, helaas. De keerzijde. Maar om je op je uiterlijk terug te komen, heb je ook het gevoel dat je harder moet werken en je meer bewijzen om door die focus op je uiterlijk? Ik ben daar godzijdank niet zo mee bezig. Nee, ik mag hopen van niet. En ik heb het ook nooit zo in mijn hoofd gehad. Ik doe gewoon echt de dingen die ik leuk vind, waar ik van kan leren. Ook de dingen waarbij ik af en toe denk van, kan ik het wel? Dan doe ik het juist. En op die manier komen er weer hele mooie dingen op mijn pad. En op die manier wil ik ook bezig zijn met mijn carrière. Niet in de zin van, oh, wat vinden andere mensen van mij en hoe moet ik daarop reageren? Als je dat gaat doen, dan ben je verkeerd bezig, denk ik. Nee, precies. Ja. Maar ik kan mij herinneren dat ik heb gelezen op de site van de NOS dat ze jou voor de camera hebben gezet voor verjonging. Ik denk wel dat ze mij ook hebben aangenomen om het jongere publiek aan te spreken. Maar dat vind ik ook niet verkeerd. Het blijft natuurlijk ook tv. En we hebben denk ik een heel uiteenlopend presentatorenbestand. Heel veel verschillende presentatoren van allerlei leeftijden en noem maar op. En dat moet ook wel, want wij zijn er voor iedereen. We maken het journaal voor jong en oud, voor laag en hoog opgeleid. En iedereen moet zich op een zekere manier aangesproken voelen daardoor. Ja. Maar heeft je verschijning ook dingen makkelijker gemaakt? Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat je bent mooi, dus als je ergens binnenkomt, je hebt toch al snel dat mensen de aandacht op jou focussen. En voor het journaal is het ook niet vervelend om naar een mooie vrouw te kijken. God... Nou, weet je, dat ik er echt gewoon verder niet zo bij... Jeetje. Ja, wat zijn vragen. Ja, wat een gekke vraag eigenlijk. Nee, maar ik, ja. Nou, weet je, ik zou zeggen... je zou me 's ochtends eens moeten zien bij een ochtenddienst... voordat ik de make-up in ga. Nee, ik ben er gewoon echt niet zo mee bezig. En och, nee, ik vind ook die vragen af en toe... Nou ja, ik moet het maar zien, denk ik, als een compliment. En leuk als mensen daardoor naar het journaal kijken. Maar ik hoop ook vooral dat ze zich op de inhoud focussen. En, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Nou ja, Dionne, je hebt nu weer even rust. Want we gaan naar de vragen uit het publiek.
Nou, noem dat maar rust. We hebben een catchbox hier vooraan. Dat is een heel mooi blauw vierkant. En daar kun je in spreken. Dus als jullie vragen hebben voor Dionne, dan mag je op gaan staan. En dan wordt de catchbox naar je toe gegooid. En dan mag je je vraag stellen aan Dionne. Oh! Goed gevangen. Opletten. Waar moet ik inspreken dan? Hier? Hey. Dionne, ik had even een vraagje. Ja. Ik liet het net ook aan mijn buurman zien. Het was een filmpje op YouTube. Ging over bosbranden in Australië volgens mij. En toen ging die weer naar jou toe en zat jij naar beneden te kijken. Ik vroeg me af, sliep je of was je gewoon even aan het... Je schrok in één keer wakker. En... Ja, nee, dat was ook in denk ik de tweede maand dat ik bij het journaal zat. Oh, okay. En ik had toen denk 4 keer per week een ochtenddienst. Ik kan je vertellen, dat is sowieso voor je lichaam best wel een aanslag. Nee, ik was toen niet aan het slapen. Het was het journaal van 7 uur 's ochtends. Ik zal het nooit meer vergeten, want dit achtervolgt me volgens mij de rest van mijn leven. En... Sorry, praat verder. Nee, dat filmpje was bezig en we hebben in de studio altijd een afkijk, dus een scherm waar we op kunnen zien wat jullie te zien krijgen. En een klokje eronder en dan kun je dan precies zien hoeveel seconden je nog over hebt voordat je in beeld bent. Nou, bij mij stond er dat ik nog 30 seconden had. Dat is in televisietermen best wel veel, dus dan kun je nog redelijk wat teksten even doornemen of even de persbureaus bekijken, want... In het desk hebben wij een computer waar al het nieuws binnenkomt. Dus ik zag 30 seconden. Nou, prima. Dus ik ging even zo lezen. De persbureaus. En op een gegeven moment hoor ik mijn regisseur heel hard in mijn oor schreeuwen. Je bent in beeld! Schrok ik op. En dat was dat moment. En het was 7 uur 's ochtends en heel naïef dacht ik... Ik keek het terug en ik moest zelf heel hard lachen, want het zag er heel komisch uit natuurlijk. Ik denk, oh ja, 7 uur, wie heeft dat nou gezien? En de hele ochtend bleef nog redelijk stil. Ik ging naar huis toe en ik ging even slapen en ik werd om 2 uur 's middags wakker. En toen was Twitter wel ontploft. Ja. En toen zat het in de wereld draai door, 's avonds. En ja, sindsdien kom ik daar nooit meer vanaf, denk ik. Vraag beantwoord lijkt me. Ja, zeker. Stel er nog meer vragen voor Dionne. Was heel schattig, Dion. Ja? Oh, Dionne. Oh, achter je. Mag u hem hier naartoe gooien als u dat lukt? Oh. Hij staat. Hi, Dionne. Sorry. Ja. Dat effect heb ik vaak op vrouw. Wil je erover praten? Nee, we zijn hier... Oké. Ik ben een groot fan. Ook Wesley ook trouwens. Je zei net, je hebt een dikke huid, staat je goed. Als je dat allemaal hoort over je uiterlijk, dan kan je dat misschien van je afzetten. Maar er zijn heel veel wereldproblemen en ik kijk ook vaak journaal. En loop je niet soms weg, ben je niet soms gewoon meur geslagen door het constant voorlezen van al die doden, al die kinderen. Neem je dat mee naar huis? Zo ja, hoe kom je dan thuis? Ja, dat is een hele goeie, want er komt nogal veel ellende op me af per dag. En je ziet af en toe ook echt beelden voorbij komen dat je denkt, jezus, wat heftig. Maar op de een of andere manier gaat er een soort van professionele knop om zodra ik de studio inga. Omdat ik op dat moment weet dat ik jullie moet informeren en dat het niet erom gaat wat ik daarvan vind. Dus tijdens de uitzending gaat dat sowieso altijd goed. En het komt af en toe wel eens voor dat ik in de auto naar huis zit en dat ik dan nog even goed erover na ga denken en dat alles weer even voorbij komt en dat ik dan denk van jeetje mina zeg, wat een heftige nieuwsdag was dit. Of moet je daar ook iets over ondertekenen? Nee. Nee, niet? Nee, ik vraag me af. Nee. Okay. Nee, maar nee, het is af en toe zeker wel zo dat je er nog even op weg naar huis over nadenkt. Maar ik heb er nooit slapeloze nachten van. Gelukkig. Ja. Bedankt. Jij ook. Mag de catchbox weer daar naartoe? Dat was hem. We gaan weer verder. Ja, ik snap zeker dat je zulke momenten misschien kan hebben. En ik wil met jou even terug naar de datum van 7 januari 2015. Want dat was waarschijnlijk ook wel zo'n moment. Ja. Dat was namelijk de aanslag op Charlie Hebdo. Er vielen daar uiteindelijk 12 doden. De aanslag werd uiteindelijk opgeëist door de IS... En laten we even kijken naar wat beeldmateriaal van die verschrikkelijke dag. Voor de mensen in het publiek, sommige beelden kunnen schokkend zijn.
Goedemiddag, dit is een extra NOS-journaal. In verband met een schietpartij in Frankrijk bij het hoofdkantoor van het weekblad Charlie Hebdo. En daarbij zijn zeker 10 doden gevallen. Van de daders is bekend dat zij met kalasjnikovs naar binnen zijn gegaan en daar om zich heen hebben geschoten. En dat ze daarbij ook de namen van de medewerkers kenden. Ja. Wat doet dit met jou als je dit ziet? Ja, dit is sowieso een dag uit mijn carrière die ik nooit zal vergeten. Want dit was de allereerste keer dat ik een langere uitzending moest doen. En een rampenuitzending, zoals wij dat noemen. Een uitzending waarbij je geen draaiboeken meer hebt, maar gewoon urenlang live gaat. En urenlang moet informeren. En zo'n uitzending kan je... Van tevoren. Volgens mij zijn ze de plantenwater aan het geven. Oh, oké. Ik denk, gaat hier achter allemaal goed, maar het gaat helemaal goed. Heel fijn. Gekke met zo'n uitzending is dat je dat van tevoren niet kan oefenen. Je weet nooit hoe je zo'n uitzending precies kan doen. Omdat je de druk niet voelt. Omdat je het hele proces op de redactie niet mee kan maken tijdens het oefenen. Dus de eerste keer dat je zo lang live gaat, weet je eigenlijk pas of je het kan. Ik weet nog goed, ik had toen een dagdienst en ik kwam binnen op de redactie. En rond 11:50 kwam de eerste nieuwsflash, zoals wij dat noemen. We hebben dan een computersysteem en dan komen van alle persbureaus komen alle nieuwsberichten binnen. En heb je een geel balkje, dan is een nieuwsbericht al wel iets belangrijker. Heb je een rood balkje, dan weet je gewoon wel, dit moet ik echt lezen. Toen kwam er binnen inderdaad schietpartij, Charlie Hebdo. Toen dacht ik al, oké, dit wordt mijn moment. Dit wordt de eerste keer dat ik... de studio in moet en dat ik maar moet zien te bewijzen dat ik het kan. En dat was heel heftig nieuws. Maar ik weet ook wel dat ik na 5 minuten dacht toen ik in de studio zat... Oké, het loopt wel. Ik kan gesprekken voeren met de correspondenten. Er komt zo'n deskundige bij. Ik kan zelf via de persbureaus het laatste nieuws in de gaten houden. En dat was voor mij wel een heel fijn gevoel. En ook wel even een soort van... Ik dacht, zie je, dit is wel echt wat mij ligt... waarvoor ik het graag wil doen. Niet dat ik hoop dat er nog heel veel van dat heftige nieuws komt... maar je ontkomt er niet aan. En dan is het wel goed om te weten dat je zo'n uitzending aan kan. Wat gebeurt er dan op de redactie als er zo'n heftig nieuws binnenkomt? Gaat iedereen rennen of raakt iedereen in paniek? Ik kan vertellen dat het jaren geleden misschien nog wel iets meer het geval was... maar we zijn daar inmiddels wel zo goed op ingesteld als redactie. Iedereen weet heel snel al wat voor rol die heeft. Je hebt redacteuren die gaan meteen alleen maar beelden spotten, want er komt natuurlijk ontzettend veel binnen dan. Je hebt redacteuren die gaan deskundigen bellen die in de studio komen. Je hebt ook al redacteuren die meteen met de dag van morgen bezig zijn. Eindredacteuren, de een die op mijn oortje zit. Maar ook eentje die de videopool, dus echt de mensen die aan het monteren zijn, aanstuurt. Dus iedereen weet direct van, oké, er is iets groots, jij neemt dat, jij doet dat, jij doet dat. En op de een of andere manier loopt dat dan. En ik zit in de studio en ik maak verder heel weinig mee van wat er dan op die redactie allemaal gebeurt. Want ik ben natuurlijk continu alleen maar bezig met jullie zo goed mogelijk vertellen wat er allemaal gebeurt. Ja, hoe verloopt zo'n dag dan voor jou persoonlijk? Want neem ons eigenlijk gewoon eens even mee naar die dag. Je staat 's ochtends op, je gaat naar je werk. En, De dag van Charlie Hebdo. Ja, precies. Ik ben toen om... sowieso normaal gesproken kom je binnen en dan neem je even de draaiboeken door. En praat je met de eindredacteur en de redacteuren wat je gaat doen. Dus we hadden een soort van draaiboek staan voor 12:00. Dan ga ik me even omkleden, de make-up in, dat hoort er ook allemaal bij. Toen kwam ik terug en toen kwam die nieuwsflash binnen. En toen hebben we meteen dat draaiboek helemaal weggegooid. En toen zei de eindredacteur alleen maar, ga maar zitten. En we zien het wel hoe het loopt. Dan wordt er meteen op hogere hand wordt er gebeld met NPO 1. Van dit is er. En dan zeggen ze, oké, we gooien de hele programmering weg. Ga maar gewoon live. Ik heb toen zelf die dag tot 6:00 in de studio gezeten. Van 12:00 tot 6:00. En die dag bestaat dan uit het nieuws bijhouden. Praten met correspondenten, met deskundigen. Jullie bijpraten en uiteindelijk kom je om 6:00 een keer de studio uit en heb je geen idee dat er 6:00 voorbij gevlogen zijn. En ik denk dat dat pas het moment was dat ik dacht, jeetje, wat een heftige dag. In hoeverre spelen emoties, spanning en angst dan een rol bij jou op het moment dat je dat hoort?
Op het moment dat ik de studio in moest? Nee, op het moment dat je hoort dat er dus een schietpartij aan de hand is en dat echt alles overhoop wordt gegooid. Het gekke, niet. Helemaal niet. Nee, het gekke is dat er dan bij mij meteen een soort van, echt een knop omgaat van oké, dit speelt er, wat weten we nu? Ik ga meteen heel erg op de feiten zitten. Wat is er nu bekend? Oké, ik maak even een briefje, met pen schrijf ik even op. Hoeveel mensen zijn er dood? Wat weet van de daders? Wat is er al iets opgeëist? Dat zet ik voor mezelf even op rijtje. En meteen moet ik beginnen. Dus er is helemaal geen tijd om na te denken over, wow, hoe heftig of zo. Je gaat heel erg zakelijk vind ik dat. Ja, professioneel. Dat moet wel. Ja. Want anders kan je die uitzending niet doen. Maar er zijn natuurlijk ook momenten. Ik weet nog dat met de ramp met de MH17. Op een gegeven moment was er een herdenking. En die herdenking was besloten. Die was rond 12:00 middags. En ik had toen ook een dagdienst. En toen was er afgesproken dat wij rond 3:00 middags wat fragmenten zouden krijgen van die herdenking. En dat zouden wij meteen uitzenden. Dat kon ik van tevoren allemaal niet zien. Dus ik ging de studio in en die fragmenten werden ingestart. En er zat toen ook een toespraak bij van de vrouw van de piloot van de MH17. Ik weet niet of iemand hem nog kan herinneren. Het was een heel indrukwekkende toespraak. En zij eindigde, ik ben me niet helemaal vast op de woorden, maar van, ik wil nog heel graag de woorden uitspreken van mijn man die hij niet meer uit heeft kunnen spreken. Namelijk, u bent weer veilig geland en ik hoop dat u een fijne vlucht heeft gehad. En dat was zo, ik weet niet, dat raakte me enorm. En op dat moment kwam ik in beeld. En dan zie je als kijker ook wel dat ik daar wel even van onder de indruk ben. Maar ik ben ook maar mens. Ja, precies. Ja. Is dat dan iets waar de kijkers misschien ook rekening mee moeten houden? Of waar jouw eindredacteur van zegt van, weet je, dat snappen we wel. Jij bent ook een mens. Of zijn ze daar echt heel hard in? Dat was niet eens een discussie. Nee, absoluut niet. Nee. Want we zijn natuurlijk ook maar mens. Maar het moet niet zo zijn dat ik voor jullie ga bepalen wat jullie heftig moeten vinden of wat jullie leuk moeten vinden of wat dan ook. Dat is echt aan jullie, aan de kijker en niet aan mij. Oké. Er kwam ook heel veel binnen via social media, Charlie Hebdo. Ja. Hoe gaat de NOS daarmee om? Want er komen heel veel goede en dingen die wel gebeurd zijn komen binnen, maar er komen ook heel veel dingen binnen die niet waar zijn. Controleren ze dat helemaal of doe je dat zelf ook in de studio? Ja, maar dat geldt voor alle nieuwsonderwerpen. Je moet altijd ontzettend uitkijken met social media. En dat zien we ook wel steeds meer, ook met rampen. Dat je af en toe al op Twitter leest dat er, ik weet wel niet hoeveel doden zijn. En dan blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Dus daar gaan we niet van uit. We kijken wel bijvoorbeeld naar foto's of videomateriaal. Dan checken we nog goed in hoeverre de bron wel betrouwbaar is. Maar we zijn er wel heel spaarzaam mee. Maar je kan wel natuurlijk altijd even een oog werpen op Twitter om te kijken, oké, maar wat gebeurt er nou? En dan zie je dat er bepaalde mensen ter plaatse zijn, dan gaan we dan mee bellen. Dat soort dingen, dat wel. Maar het is niet zo dat we één op één daarvan de feiten overnemen. Maar heb je ook, omdat je bij de NOS werkt, heb je natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Ben je daar ook heel erg mee bezig? Als je daar vertelt, als je wat fout vertelt, ben jij straks degene die het verteld heeft? Ja, zeker. En daarom moet je ook wel je redactie en je eindredacteur blind kunnen vertrouwen. Dat is zo belangrijk. En ik heb wel, denk ik, ik werk meestal wel met redacteuren waar ik echt, waarvan ik weet, die schrijven een tekst. Want ik kan af en toe, ik probeer al mijn teksten altijd door te nemen. Maar ja, het blijft nieuws, dus het kan af en toe ook tijdens een uitzending binnenkomen. En ik heb toch wel ontzettend veel redacteuren om me heen die ik dan echt kan vertrouwen. Van ik weet, oké, jij kan gewoon een goede tekst schrijven en ook al kan ik het van tevoren niet lezen, dan kom ik er wel uit in de studio. Dat is ontzettend belangrijk, ja. Hoe kijk je terug op de uitzendingen over Charlie Hebdo? Heb je het gevoel dat je een betere presentatrice bent geworden na die uitzendingen? Dat is wel een leuke vraag. Want misschien is dat wel zo. Het heeft mij wel een gevoel gegeven van, oké, ik heb dit wel in de hand. En dat wist ik van tevoren natuurlijk niet. Dus het geeft je ook alweer een beetje overwonnen. Het geeft je een beetje vertrouwen. En dat is misschien ook wat ik wel net zei. Er komen altijd weer nieuwe dingen op je pad en af en toe denk je echt, kan ik dit wel? Moet ik dit wel doen? En ik denk dat het dan juist goed is om te denken, laten we dat maar zien als een uitdaging. En als je het dan kan, dan is het natuurlijk weer een overwinning voor jezelf. En dan word je als mens, als journalist, word je er altijd beter van. En af en toe kom je er ook achter dat iets je absoluut niet ligt. En dat is ook niet erg. Zo gaat het. Maar waar moet een goede presentatrice volgens jou aan voldoen? Een goede
presentator van het journaal moet in eerste instantie echt journalist zijn. Je moet echt hart hebben voor de journalistiek. Je moet het leuk vinden om... Je moet nieuwsgierig zijn, je moet alles altijd willen weten. En je moet het ook gewoon niet erg vinden om altijd heel onregelmatig te werken. En dat kan je alleen maar als je je werk ook echt heel erg leuk vindt. En vind je zelf dat je ook aan die punten voldoet? Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Anders dan had ik al lang moeten zeggen tegen mezelf, stop er maar mee. Oké. Ja. Charlie Hebdo is niet de enige grote live-uitzending die je hebt gedaan. Je hebt ook namelijk Koningsdag mogen presenteren in ons mooie Zwolle. Iets heel anders, mm-hmm. Waar een historisch moment plaatsvond. Ja. Laten we even kijken naar een filmpje. Hallo Koninklijke Hoogheid, hallo, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Tweede Koningsdag, nieuwe stijl, hoe bevalt het? Warm, hartverwarmend. Prachtig hier in Zwolle en de hele kop van Noord-Rijsland, zelfs een stukje over de provinciegrens heen, hebben ons laten zien wat ze hier kunnen. Ik denk dat we hier een prachtige Koningsdag meemaken. Wat vond jij het leukste? Daar kan ik nog niet over oordelen, want ik heb nog niet alles gezien. Heel goed, zeker. Ja, zeg maar, is dat niet waar is. Ja. Maar hoe is het om zo'n hele dag live verslag te mogen doen? Heel erg leuk. Nee, ik vind het echt heel leuk, want ik zit natuurlijk meestal gewoon in de studio en dan heb ik heel weinig contact met mensen. Wel met mijn eigen collega's natuurlijk, maar dit zijn wel voor mij de kersen op de taart. En ook al is dit niet heel inhoudelijk of zo, maar het is wel heel leuk om te doen. Ja. En wat komt er allemaal bij zo'n dag kijken? Wat gebeurt er allemaal op zo'n dag? Nou, heel veel. Er gebeurt achter de schermen, zijn ze daar al weken mee bezig natuurlijk, om dat allemaal goed af te stemmen, zodat wij, want wij registreren alles daarvan. Dat doen collega's, dat hoef ik niet te doen, maar die zijn echt al weken, maanden mee bezig om dat allemaal in goede banen te leiden. Voor mij houdt het in dat ik heb het nu voor de tweede keer gedaan, dat ik iedereen van de koninklijke familie even mag spreken. En dat is ontzettend leuk. En ook de mensen aan de kant, en dat zijn vaak... Ja, hele enthousiaste, gezellige mensen. En daar hou ik enorm van om dat te doen. Ja. Heb je dan ook spanning op zo'n dag? Dat je zoiets hebt van, ik kom zo in beeld, ik moet iets hebben. Nee, want je hebt altijd wel iets. Oké. Ja. Nee, het is alleen maar leuk. Nee, dat zijn echt dingen waar ik enorm van geniet. Ja, zoals ik een beetje te raken. Kijk, normaal gesproken sta je achter de desk. Dan word je echt het veld ingedrukt, zeg maar. Dan lijkt me echt dat ik zou als een malle tekeer gaan en denken van, ik moet straks wat hebben. Ik moet daarin. Misschien zelfs een beetje als een kip zonder kop rondrennen. Nee, dat moet je ook nooit doen. Okay. Echt. Les voor mij. Ik geef je even een tip. Nooit als kind. Nee, maar het is zo, ik ben daar ook wel redelijk nuchter in, denk ik. Eigenlijk heb je 9 van de 10 keer wel iets. En als je even niks hebt, dan zeg je tegen een eindredacteur... joh, neem even de verslaggever verderop op de route. Ik heb niks. Oké. Okay. Ja. Ja, wat zijn de verschillen... Zo gaat het. Ja. Af en toe gaat het zo makkelijk. Het is echt waar. Ja. Ja. Wat zijn de verschillen tussen een uitzending presenteren... en een dag live verslag doen? Het grootste verschil is natuurlijk dat ik daar veel meer bewegingsvrijheid heb. Dat ik iets meer van mezelf kan laten zien ook. In de studio ben ik er gewoon voor om de nieuwsberichten over te brengen. Om te vertellen wat er aan de hand is. En daar kan je gewoon wat gezellige gesprekken voeren. Wat vind je leuk om te doen? Journaal presenteren of echt van die live uitzendingen? Zoals echt lekker, lekker met die mensen praten. Ja, dat is misschien een saai antwoord. Een combinatie. Nee, het is echt... Ik begon bij het journaal en daarvoor zat ik bij NOS op 3 en presenteerde ik en was ik verslaggever. En toen vroegen ze mij voor het journaal en toen zei ik meteen... maar dan zit ik 5 dagen per week in een studio. En toen keek mijn hoofdredacteur mij aan, ja. Ja, dat weet ik niet of je mij daar heel gelukkig mee maakt. En dat... Ja, ik ben wel iemand... Ik heb het nodig om af en toe even... ergens anders te zijn in een andere omgeving, om onder de mensen te zijn. En die kans krijg ik nu. En dit is eigenlijk voor mij echt de meest geweldige combinatie die ik maar kan hebben. Ja, dat geloof ik, ja. Maar je mocht in Zwolle dus het Koningshuis interviewen. En er zitten altijd vaak hele strenge regels aan verbonden. Ja? Wat voor regels moeten we aan denken? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies weet wat de regels zijn. Wat ik wel weet is... ik wist natuurlijk dat ik de koning en de koningin mocht interviewen. Dat wordt ieder jaar al
van tevoren vastgelegd. Ook precies de locatie, ook precies met RTL wordt dat dan afgestemd. Van nou, dan mag jij en dan heb je zoveel tijd en dan heb jij... Allemaal van die toestanden, maar goed, dat hoort er dan eenmaal bij. Maar de prinsesjes bijvoorbeeld, dat wist ik niet van tevoren. En we hebben het er wel over gehad en ik zei van, goh, ja, Amalia wordt natuurlijk ook wat ouder. Is dit misschien niet het moment dat zij ook wat wil? Nee, je mag geen interviews met haar doen, was mij toen op het hart gedrukt. Dus dat was voor mij wel even een spannend moment, want ik stond daar en ik zag in één keer één prinsesje eraan komen en dat keek me aan. En toen kwam er nog een prinsesje en toen dacht ik, ja, hey, er is mij wel verteld dat ik het niet mag doen, maar als hier die prinsesjes staan, ja, een beetje journalist gaat dan wel een vraag stellen. Maar het is natuurlijk wel even, ik moest die afweging maken, dus dat was wel spannend. Heb je er achteraf nog commentaar op gekregen dat je het wel hebt gedaan? Nee, ze hebben me vriendelijk bedankt. En nee, ze waren heel blij. Dus ik, nou ja, ik denk ook dat ze zelf thuis wel van tevoren hebben gezegd van als jullie het willen, dan kom er maar bij staan en dan komt het wel goed. Dus ze hebben dat onderling wel afgesproken, denk ik, maar niet bij mij. Waren ook dingen die je, echt had willen weten, maar niet hebt gevraagd? Tuurlijk, je wil ontzettend veel weten. Ik bedoel, we kunnen het nu ook hebben over de belastingregeling, waar nu zo ontzettend veel over te doen is. Maar je moet je ook realiseren dat het Koningsdag is. Mm-hmm. En dat je nou ja, vaak maar 1 à 2 vragen kan stellen. En dat probeer je als journalist natuurlijk altijd zoveel mogelijk te rekken. Om nog zo lang mogelijk door te gaan. Maar ja, is dat het moment om dat daar te doen? Ik heb 100.000 vragen. Ja. Maar op een dag als Koningsdag, ja. Ja, naast Charlie Hebdo, Koningsdag en heb je ook de Nijmeegse Vierdaagse mogen verslaan voor de NOS. Daar ben je fanatiek fan van. Ja. Je hebt hem namelijk al 8 keer weten uit te lopen. Mm. Wat is jouw band met de Vierdaagse? Wat vind je leuk aan? Zo grappig, want ik heb heel vaak mensen die nu naar me toe komen, die denken echt dat ik een of andere enorme wandelaar ben. het is echt niet zo. Nee, ik ben opgegroeid in de omgeving van Nijmegen, dus ik ging altijd naar die zomerfeesten toe. En mijn oom was militair, heeft hem nu voor de 29e keer gelopen, volgens mij, de Vierdaagse. En die zei altijd tegen mij, je moet hem 1 keer gedaan hebben. Als je daar bent opgegroeid, je moet hem gewoon 1 keer gelopen hebben. Ik dacht, oké, dat is 8 jaar geleden, toen heb ik het maar eens 1 keertje gedaan. En toen vond ik het zo leuk. Niet het lopen, echt vreselijk. Het is echt, nee, lopen is heel saai, maar gewoon het feest. Het is ontzettend, het is een soort van, voor mij is het een soort van... hele lange kroegentocht eigenlijk. Want ik kom in ieder dorpje kom ik wel iemand tegen die ik ken. En dan staat er weer staat iemand met een broodje of een biertje. Dat mag dan ook af en toe. Hè. En dan, ja, dan stop ik weer even en dan feest ik weer even. En dan loop ik weer door. En dat is voor mij de Vierdaagse. En ik vind het een heerlijke bubbel waarin ik terechtkom. Die 4 dagen, dan is mijn wereld ook niet groter dan Nijmegen en omstreken. En dan krijg ik ook heel weinig mee van wat er verder nog in de wereld speelt. Je hebt hem dit jaar ook mogen verslaan voor de NOS. Ja. En hoe beviel die combinatie van het lopen, presenteren, interviewen? Het is natuurlijk wel een stuk zwaarder, lijkt mij. Ja, ik vond het wel heel leuk. Want ik kon eindelijk eens laten zien... Ik denk dat iedereen toch een beetje een gek beeld heeft van de Vierdaagse. Heeft iemand hem hier ooit gelopen? Echt? Oh, wat leuk. Hoe vaak? 5 keer. Kijk, nou, dat is leuk. Nee, ik vond het heel leuk om dat te doen, omdat het is al de 100ste editie. En ik denk dat de meeste mensen, als ik er iets over zeg, dan beginnen ze meteen over... Oh, dat is die avondvierdaagse in Nijmegen. En dan denk ik, nee, het is echt het grootste evenement van Nederland. En daar staan we denk ik helemaal niet bij stil. En wij zijn er als NOS ook voor om dat te laten zien. En hoe bijzonder het eigenlijk is dat zoveel nationaliteiten naar Nijmegen komen om daar 4 dagen lang met elkaar af te zien... ik vond het heel mooi om eens een keer zo'n dag in beeld te mogen brengen. Wat dat nou eigenlijk inhoudt. Dus je zou dit volgend jaar ook gewoon weer willen Zeker, doen? Zeker, ja. Ja, gaan we weer inschrijven hoor. Zijn er in het publiek nog vragen voor Dionne? Komt de catchbox weer naar u toe? Ik kreeg net een vraag van jou, geloof ik, over hoe je of je dingen meeneemt naar huis. Mm. Maar ik kan me eigenlijk haast niet voorstellen dat alle dingen die je over je heen krijgt, uit het nieuws, maar ook persoonlijke dingen via Twitter en Facebook en weet ik wat allemaal. Er moet toch voor jou een manier zijn waarop je dat verwerkt. Dan kan het niet in een half uurtje in de auto zijn. Krijg je dan nog
hulp vanuit de NOS of zo daarvan? Psychische, nee. Maar ik merk wel dat ik het heel fijn vind om 2 keer per week even lekker te gaan sporten. En af en toe even de kroeg in te duiken met vrienden. Om even een biertje te drinken. En misschien is dat wel mijn manier om ermee om te gaan. Maar nee, het is niet zo dat ik met een heel zwaar gevoel naar huis rijd of zo. Nee, dat niet. Tuurlijk, als er heel heftig nieuws is, dan praat je erover. Maar dat doen jullie ook. Dan hebben jullie het ook met vrienden over, jeetje, nou, wat er nu toch is gebeurd in Syrië. Of er beelden toen van een gifgasaanval. Op een gegeven moment kwamen erbij. Het waren hele heftige beelden. Ja, daar heb je natuurlijk met vrienden over, met familie. Maar, nee. Dat zijn dan de nieuwsdingen. Je hebt natuurlijk ook de persoonlijke dingen die je krijgt. Ook via Facebook of Twitter of wat dan. Ja, daar heb ik al geen Facebook. Dat, ja, als jullie niet hoorden, de persoonlijke dingen via social media, of dat mij heel erg raakt. Ik denk echt jaren geleden kon ik daar wel mee zitten, ja. Maar toen ging ik het ook nog redelijk actief opzoeken, door telkens maar te kijken wie er allemaal reageerde. Ja, hey, ik blijf ook maar mensen. Dat doe ik inmiddels niet meer. En ja, er komt heel veel binnen, maar dat klinkt misschien heel gek. Maar het schijnt tegenwoordig ook bij deze tijd te horen of zo, dat mensen dat op de een of andere manier uit een soort van frustratie op jou moeten afreageren. En ja, op die manier ga ik er ook mee om. Dus je neemt het gewoon niet serieus of zo? Nee, ik neem het niet serieus. Ik heb echt een paar mensen in mijn omgeving die mij echt mogen aanspreken op alles wat ik doe. Dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Dat houdt je scherp en dat maakt je alleen maar beter als mens, als journalist. Daar luister ik heel erg naar en de rest, ja, couldn't care less. Zijn er verder nog vragen? Ja, nou ja, wij hier op de opleiding journalistiek, het verandert continu, hele modules, want de journalistiek verandert. Ja. Wat is er binnen de tijd dat jij bij Headlines binnenkwam, tot aan nu, wat is de grootste verandering binnen het bedrijf die jij hebt meegemaakt? Nou, heb je even heel veel. Maar ik mag er maar één noemen, hè? Ja. Ik denk het belangrijkste. Ik wil er toch 2 noemen als het mag. Ik weet nog dat toen ik binnenkwam bij NOS Headlines en ik kreeg een rondleiding op de redactie van de NOS. Ik was toen 22, denk ik, 23 of zo. En ik liep daar en toen dacht ik, wow, wat veel grijze kopjes hier. Maar echt heel veel. En op zich is daar niks mis mee. Iedereen hier in de zaal die grijs is. Maar het is denk ik wel goed dat je van alle leeftijden, van alle afkomsten, dat je dat op de redactie hebt zitten. Want je moet zo breed mogelijk het nieuws natuurlijk kunnen brengen. Nou, daar is de NOS wel enorm in meegegaan. We zijn verjongd, we nemen veel meer verschillende mensen aan, ook met verschillende achtergronden qua kennis, maar ook gewoon, ook gewoon qua etniciteit, zeg maar. Dat is ook belangrijk natuurlijk. En het andere is dat wij ook heel erg mee moeten gaan en moeten nadenken over hoe wij het nieuws brengen. En dat zullen jullie ook moeten. En ik heb er nog niet, ik denk niemand, het antwoord op. Wij hebben nog het geluk dat het 6- en 8-uur journaal ontzettend goed worden bekeken. Dat is, het staat nog steeds 8-uur journaal, is meestal best bekeken programma nog, dagelijks. Maar ja, ook als ik naar mijn eigen kijkgedrag kijk, dan zie ik dat ik ook steeds meer alles via de app tot me neem. En dat ik echt niet meer om 8 uur 's avonds telkens voor de tv ga zitten. Dus wij moeten daar ook heel goed over nadenken hoe wij het nieuws nog aan jullie kunnen overbrengen. Dus we zijn hier op Instagram, zijn we actief, YouTube, Twitter doen we heel erg. NOS op 3 is ook wel heel erg ermee bezig om te kijken van, goh, hoe kunnen we nou met andere vertelvormen jullie toch op de hoogte brengen. Daar zijn wij dagelijks mee bezig. Via als presentator, want lijkt me dat daar ook wel dingen veranderen. Hoe je het nieuws brengt in onderwerpen, zit daar nog wat in, wat dan echt voor jou als presentator is veranderd? Ik werk nu, ik zit even 3 jaar bij het journaal. Wat je sowieso altijd wel hebt, maar dat is juist ook wel leuk en dat houdt je ook scherp, is dat je best wel veel redactioneel overleg hebt en af en toe ook wel discussies over, moet je dit nou wel of niet brengen? En dan zie je dat er af en toe wel een verschil is tussen
nou, de journalisten die al jaren meegaan in het vak en de wat jongere journalisten en die een heel andere kijk hebben op wat je zou moeten brengen. Ja, dat proberen wij ook wel steeds meer te doen, denk ik, door ook wel de social media erin te betrekken. Als er echt enorme discussies daar op plaatsvinden, ja, dan moeten wij daar ook iets mee. Dat zien wij ook wel. Dus in die zin proberen wij ook wel met onze tijd mee te gaan. Nog één vraag en dan gaan we verder. Ik zag die man vooraan. Just chill. Yes. Staat het erop? Ja. Oké. Okay. Geen idee. Even terug naar Charlie Hebdo. Die uitzending, dat was op een woensdag. En in het journaal van 1 uur werd een fragment getoond dat twee terroristen een politieagent afslachten. En dat liet de NOS zien. Ik vraag me af, in hoeverre werd jij meegenomen in die beslissing om het wel of niet te laten zien? In hoeverre weet je dat? En wat vond je ervan dat op die middag, wanneer er ook kinderen thuis zitten, omdat die woensdag vrij zijn, dat uitgezonden werd? Ja, dat zijn van die dingen. Dat was inderdaad, er werd 1 terrorist doodgeschoten toen. En toen heeft... Ja, de agent werd doodgeschoten. Agent werd doodgeschoten. Ja, daar heeft de hoofdredactie heeft toen besloten om dat 1 keer uit te zenden, daarna niet meer. Op dat moment ben ik niet bij de discussie betrokken, omdat ik gewoon bezig ben met de uitzending. En is me wel even op het oor verteld, Jonne, komt nu heel heftig beeld aan. Zeg dat even tegen de kijker, maar ik wist ook nog niet wat voor een heftig beeld dat was. Ik vond dat heel heftig beeld, dat heb ik daarna ook gezegd. En als ik naar mijn personen kijk, hadden we dat niet uit hoeven te zenden. Maar dat was toen een besluit van de hoofdredactie. En ja, god, daar heb ik dan op dat moment ook gewoon natuurlijk niks meer aan toe te voegen. Dus dat is toen 1 keer zo gedaan, maar daarna is er ook voor gekozen om het niet meer te doen, omdat het toch wel ontzettend heftig was. En dus Marcel Geloof staat in die regiekamer om dan te zeggen... Ik weet niet eigenlijk ik denk het bijna wel. Ja? Ja, die zal er hebben gestaan. Okay. Maar die staat er echt niet altijd, hoor. Nee, dat geloof ik. Dat lijkt me vreselijk als de hoofdredactie de hele tijd over mijn schouder meekijkt. Dankjewel. Gaan we snel verder. Dionne, je zit nu al bijna 10 jaar bij de NOS. Jubileum. Ja. Maar vind je eigenlijk niet een keer tijd voor wat nieuws? Ja, nou. Toch? Ja, zeker. Nee, volgende week zit ik bij Omroep Max. En wat ga je daar precies doen? Dat is helemaal mijn doelgroep, dus ik denk dat we die allemaal naartoe. Nee, ik maak nu een eenmalige uitstapje naar Omroep Max. Dan ga ik een wetenschappelijk programma over slapen ga ik presenteren. Dat is volgende week woensdag. Is het niet tijd voor iets nieuws? Ik weet dat toen ik begon bij het journaal, dat de eerste vraag van een journalist was, zo, en wat ga je hierna doen? Toen dacht ik, wat ga ik hierna doen? Hallo, ik ga hier nou juist net beginnen. En dat is nog steeds wel mijn gevoel van, joh, ik ben nog maar een paar jaar aan het presenteren en dan kan er nog heel veel in leren. En het is iedere dag is het zo dynamisch en anders weer dat het nog niet verveelt. En daarnaast mag ik heel veel mooie dingen doen, dus zolang dat zo blijft. Ja, wat kun je er dan nog in leren in het presenteren? Want je hebt het hoogst haalbare heb je bereikt bij de NOS. Het 8-uur-journaal presenteren is toch wel... Dan heb je toch wel veel ervaring op doen. Het klinkt misschien... ik vond het heel aanmatigend toen een chef dat ooit tegen me zei. Die zei, Dion, je moet kilometers maken. En toen keek ik hem echt aan en dacht ik, maar het is zo waar. Het is gewoon heel goed, je moet gewoon echt kilometers maken. En hoe vaker je iets doet, hoe vertrouwder je ermee wordt. En net zoals het programma van volgende week, dat is echt weer totaal nieuw voor mij. Daarna komen de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dan gaan we van 12 uur 's nachts tot 9 uur 's ochtends uitzenden. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus er komen toch telkens weer hele leuke nieuwe dingen op mijn pad. Ja, want in heel Holland slaapt, gaan we daar een andere kant zien van Dionne die we al zien bij het nieuws? Ja, slapend. Ga je zelf ook slapen? Nee, ze hebben me wel gevolgd. Ik laat wel zien hoe mijn leven eruit ziet, wat mijn slaapritme is. Sorry, maar het klinkt bij mij niet echt heel erg waarvan ik denk van, daar ga ik echt naar kijken. Nou ja, je moet ervan houden natuurlijk, maar ik denk dat het, het is voor iedereen die wat meer zou willen weten over wat gebeurt er nou eigenlijk met ons lichaam als je slaapt en wat doet het eigenlijk als je te weinig slaapt? En dat doen we bijna allemaal. We zijn heel erg bezig met gezond eten, veel bewegen. Maar slapen is altijd een beetje een ondergeschoven... Heb je daar zelf dingen uitgemerkt van, dat wist ik nog helemaal niet? Of ja, enorm. Zoals? Dat is,
Kun je een tipje van de sluier geven? Nou, ik weet nu iets beter wat er nou allemaal in mijn lichaam gebeurt. Je moet je voorstellen, ik heb 2 keer per week, 3 keer per week een ochtenddienst. 2 keer per week avonddienst. Als ik geluk heb, nog een keer een dagdienst. Dus ik heb helemaal geen ritme. En ik heb ook, kom ik nu achter, gewoon een zeer verstoorde biologische klok. Ja, dat wist ik stiekem denk ik wel al, maar... er is me wel uitgelegd wat dat allemaal met mij lichamelijk doet. En dat merk ik ook af en toe wel. Ja. Wat hoop je dat... Ik zal niet in details treden, mensen. Maar ja. Ja. Hoop je de presentatie technisch nog wat te leren? Ik denk dat je dat bij iedere grote uitzending wel hebt. Dat had ik ook toen ik SEAL heb ik vorig jaar gedaan. Dat is zo anders. Dan praat ik een hele dag over schepen en bootjes met mensen die bij mij aan de desk komen zitten. Zit je op een heel andere locatie, dan ga je echt op een heel andere manier uitzendingen doen dan wanneer je in de studio zit en met regie en eindredactie een draaiboek afstemt. En nu klinkt het een beetje oneerbiedig, onderwerp na onderwerp het draaiboek afgaat. Dit is toch meer improviseren, meer van jezelf laten zien. Dat vind ik heel leuk. Ja. Ja, Dionne, je hebt een schitterende carrière tot nu toe. 31 jaar, het 8 uurtje nou mogen presenteren. Petje af. Dank je. Ik vind ook dat je carrière razendsnel hebt weten op te bouwen. Maar ik heb je volgens mij wel eens horen zeggen dat je wel wakker hebt gelegen van het feit dat je nog geen huisje, boompje, beestje hebt. Heeft je carrière daar heel erg een rol in gespeeld? Ik denk wel... Zoals ik leef, kijk bijvoorbeeld naar deze week, dan heb ik 2 ochtenddiensten. Dit weekend moet ik werken. Ik heb nog 2 dagdiensten, nog een avonddienst. Je moet wel heel creatief omgaan met de vrije tijd die je hebt. En dat is af en toe wel lastig. Dat is echt niet altijd even makkelijk. Ik heb gelukkig wel heel veel lieve vrienden om me heen die mij heel goed begrijpen. Maar ik moet er wel misschien wat meer moeite voor doen dan iemand die van 9 tot 5 werkt. Ja. Is het ook omdat je bekend bent dat het misschien wat lastiger is om meer vastigheid te hebben? In de zin van een woning? Ja, ik bedoel, als je bekend bent is het daten natuurlijk een stuk moeilijker. Dat hoeft helemaal niet. Ik zie hier... dat ligt eraan. Dat valt wel mee. Ik heb er geen last van. Oké, dat is juist handig, juist mooi. Ja. Vragen uit het publiek. Het is de laatste keer dat jullie vragen kunnen stellen. Dus ze gaan allemaal staan. Ja. Nog even een vurige vraag op Dionne afvuren. Word je vaak herkend op straat? En zo ja, hoe ga je daarmee om? Valt wel mee. Er komen wel af en toe mensen naar me toe. Maar dan is het niet meer dan dat ze zeggen... Hey, wat leuk, zag je vanochtend nog? Ja, dat klopt. En af en toe in de kroeg. Maar verder valt het wel mee, denk ik. Ja. Dus het is niet dat als je mensen tegenkomt op straat, zie je dan vragen het aankijken van, is het ze echt? Of, Misschien wel, maar ik geloof niet dat ik daar heel veel aandacht voor heb. Ja. Nou, hoe ik bij deze vraag kom, is dat ik een paar jaar geleden Eva Jinek tegenkwam op straat. En dat ik dat had toen ik echt aankeek van, is dat nou echt Eva Jinek of niet? Maar dat krijg jij dus niet echt mee. Het zal vast wel gebeuren, denk ik. En af en toe komen ook wel mensen naar me toe, die kunnen me dan niet helemaal plaatsen. Die denken, hey, ik ken jou wel ergens van. Ik denk, dat kan, ja. Maar ja, maar geen vervelende dingen of zo. En dat hoop ik ook heel erg zo te houden. Oké, bedankt. Verder nog vragen voor Dionne. Daar achter de paal zie ik er één. Moet je even achter de paal vandaan komen? Meneer achter de paal. Ja, zal ik hier staan? Ziet ja. U mij zo? Oh, ja. Dan kan ik je zien. Ja, dus ik had een vraagje over accenten. Mm-hmm. Nu is het denk ik zo dat bij de NOS niet zozeer mensen met een zwaar accent aan het bak komen. Zeker niet als presentator. Ja. Daar bedoel ik dan een beetje op. Beschouwt u uw eigen accent, voor zover u die dan heeft, als perfect Nederlands? Want als ik u zo een beetje beluister, dan heb ik wel het gevoel dat u een rollende R een beetje mist. Ja, klopt. Ik kom uit Brabant. Uh-huh. Ja, ik heb wel logopedie gehad. En nee, ik ben zeker niet het perfecte Nederlands, praat ik. Maar wat is tegenwoordig nog het perfect Nederlands? Ik denk dat
Ik zelf vind het niet erg als je hoort waar iemand vandaan komt. Ik zou het ook heel gek vinden als ik in één keer het hele perfecte plaatje moet zijn. Ik ben ook nog gewoon Dionne. En ja, ik ben in Boksmeer opgegroeid. En ja, ik woon nu in Amsterdam. En ja, ik ben journalist en ik presenteer het journaal. Dat is mijn achtergrond. En heb je dan wel wat opgestoken, zeg maar, van die logopedie? Jazeker, ik vond het echt strontvervelend ook. maar nee, het is goed. Het is goed om te doen. En wat heb je dan zoal geleerd? Vooral denk ik, als Brabander ben je nogal geneigd om lekker achter in de keel te praten. Dus ik moest echt leren om wat meer voor in de mond te praten, wat meer actiever en niet zo gezapig. Ja, en heel veel oefeningen voor de spiegel moeten doen. Vreselijk, maar het is allemaal heel goed geweest. Oké, prima, dank je. Verder nog een vraag voor Dionne. U mag opstaan. Meisje vooral op het podium. Oh, man achterin in de zaal. Kom maar zo meteen bij jou, hoor. Je bent nu begin 30, denk ik. Waar zien we jou over 10 jaar? Wat zijn jouw ambities voor de toekomst? Talkshow, ik ben zo blij dat ik dat echt niet weet en ik wil het ook niet weten. En dat klinkt misschien niet als een leuke antwoord dat u wil horen. Maar ik ben heel erg... ik denk altijd zo, ik zit heel erg op mijn plek. Ik doe het werk dat ik leuk vind. Er komen allemaal leuke dingen om mijn pad, ook doordat ik gewoon zelf heel hard werk. En dan kom je altijd weer mensen tegen en dan denk je, hey, nou, dat is misschien nog wel leuk om te doen. En het loopt nu wel. En als ik echt merk dat het niet meer loopt, dan ga ik bij mezelf te raden van, oké, misschien moet ik eens na gaan denken om een andere weg te gaan bewandelen. Maar dat is niet zo nu. En ik denk ook dat als je nu al tot doel stelt om over 5 of 10 jaar, weet ik veel wat te doen, kan het alleen maar tot teleurstellingen leiden. Ik had 10 jaar geleden echt niet bedacht dat ik nu het journaal zou presenteren. Oké, dankjewel. Ja. Nog 1 laatste vraag. Gaat het goed komen? Nee, de laatste vraag is voor het meisje op het podium. Oh! Meisje hier op het podium, hadden we net beloofd. Is er iemand die u heeft geïnspireerd toen u student was, om zo hard te werken? Om zo hard te werken. Niet zozeer journalistiek, maar gewoon ook journalistiek. Ja. Ja, gemotiveerd zijn sowieso wel mijn ouders, denk ik. Maar ook mijn oma. Dat vind ik nog steeds wel iemand die me ook inspireert. Mijn oma is inmiddels 94, maar nog heel goed bij. En af en toe zit ik bij haar en denk ik, oma, weet je dit nog allemaal? Dat hoeft echt niet meer. Maar dat vindt ze leuk en ze wil op de hoogte zijn van alles wat er in de wereld speelt. En ik mag hopen dat ik ooit zo oud word zoals zij dat is geworden. Dus zij is voor mij wel echt een enorme inspiratie. En als ik meer naar mijn werk kijk, dan is Barbara Walters wel echt een enorme inspiratie voor mij uit Amerika. Heel lang heeft ze ochtendshow gedaan. Een vrouw die echt ontzettend veel mensen ook heeft geïnterviewd. Die heel goed kon interviewen. Ja, daar kan ik alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. Een echte vakvrouw. En die is ook tot op hoge leeftijd doorgegaan. Volgens mij was ze uiteindelijk begin 80 of zo toen ze dacht, ik stop er eens mee. Ik weet niet of dat ooit in Nederland gaat lukken als vrouw om tot je 80ste door te gaan op tv, maar heel veel respect. Ja. Zou je het zelf willen? Tot mijn 80ste? Nou, ik zie het ook zomaar voor me dat ik uiteindelijk wel ergens in het buitenland gewoon lekker dan met een flesje wijn op het strand zit met lieve vrienden en nog een beetje geniet van mijn oude dag. Ook hartstikke mooi. Ja. Ook zeker belangrijk. Aan het einde van iedere show vragen wij onze gast, naar jou dan deze keer, of ze een tip hebben voor alle studenten. Dus wat zou jij deze student willen meegeven? Wat ik jullie zou willen meegeven? Als ik kijk naar hoe het bij mij de afgelopen jaren is gegaan, dan denk ik dat ik vooral nu zit waar ik zit, doordat ik altijd wel dingen erbij ben gaan doen. En dan bedoel ik meer echt dingen, niet omdat je dat nou eenmaal moet, maar ga echt nu alvast op zoek naar wat vind ik leuk en hoe kan ik me daarin verbreden, hoe kan ik me daarin ontwikkelen en zoek daar hele leuke nieuwe dingen bij. Wat ik dan heb gedaan met stages, wat jullie nu doen met Uitgelicht, dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. En blijf dat vooral doen, blijf nieuwsgierig. Als je journalist wil zijn, lees alles, maar probeer je ook te specialiseren in één ding, waardoor je misschien in gesprekken net even eruit springt.
bij al die andere honderden journalisten in spe die ook heel graag jouw functie willen. Dus ja, dat vooral. Ja. Mag ik een hartelijk applaus voor Dionne Staks. En een applaus voor jullie natuurlijk. Dank je. Dionne, we willen jou heel erg bedanken dat je er vandaag was. Nou, jullie ook. Ja, normaal gesproken kondigen wij aan het einde van elke uitgelicht onze volgende gast aan. Dat gaan we dit keer niet doen. We houden u nog in spanning. Wel kan ik jullie melden dat er op 17 november voor de tweedejaars journalistiekstudenten een masterclass is van niemand minder dan Alex Brenninkmeijer. Hij is hoofd van de Europese Rekenkamer en zal je op het Windesheim dus komen vertellen over wat hij precies doet en hoe hij dat doet. En dan mogen de tweedejaars journalistiekstudenten vragen over stellen. Voor onze volgende gast zou ik u adviseren om vooral de social media in de gaten te houden. We zijn te vinden op zowel Facebook, Instagram en YouTube. Mag ik dan nog één keer een hartelijk applaus voor onze gast van vandaag, Dionne Staks.